Vrijdag 19 december organiseerde Club Kaas de traditionele oudejaarsborrel in de telefooncentrale in Alkmaar. Naast het gebruikelijke geborrel en natuurlijk het nuttigen van een oliebol werd er ook druk genetwerkt. Wat hier aan de hand is, is dat Club Kaas vandaag hier zijn nieuwe huisstijl en zijn nieuwe website introduceert. En daarnaast ook nu echt actief commercieel gezien leden moet gaan werven om de club bestaansrecht te geven. 1, 2... Ja, gaan we. Ja, er gebeurt iets. Ja. Jongens, ja. Bedankt. Bedankt, ja. Ja. Dankjewel. Ja, natuurlijk, het heeft toch nog een vinkslag met die kaasschaaf. Dat mocht er als verwijzing wel inzetten. Het zijn de twee C's van de naam. Maar het is ook de startknop van een computer, zeg maar. Dus dat is dan refererend aan de ICT. Nou, Club Kaas is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een initiatief waarbij ondernemers, jonge ondernemers, creatieve ondernemers, ja, met elkaar banden aangaan. En op het moment dat je banden aangaat, ben je eigenlijk bezig ook met nieuwe economie en nieuwe economie vorm te geven. Nou, daar zijn we iedere dag mee bezig, dus wij dragen dit. In de kort geleden geopende Graham Bellzaal werd ook nog even teruggekeken op de behaalde successen van de telefooncentrale en gekeken naar wat de toekomst allemaal in petto heeft. Dat niet alleen ik, maar volgens mij heel veel medewerkers in de telefooncentrale een goed gevoel hebben, maar ook best wel trots zijn op het feit wat er in de telefooncentrale gebeurt. En ik kan u vertellen, dat is best wel heel veel. Buiten dat elk bedrijfje, en het zijn er inmiddels 68 die in dit gebouw plaats hebben, dat ze allemaal hun eigen beslommeringen hebben, maar dat ze naast die eigen beslommeringen ook de ruimte en de tijd vinden om dingen gezamenlijk aan te pakken. Martijn heeft gezegd, nee, we vinden het veel leuker om een interview te doen als ondernemers onder elkaar. Dus de ene ondernemer wordt geïnterviewd door de andere ondernemer. Er zijn prachtige, inspirerende verhalen uit vandaag gekomen. Die worden zometeen omgedraaid op de ezels die er staan. Dus loop even langs zometeen om die verhaal te lezen. De verbinding tussen creatieve industrie, MKB'ers en dan maar te zeggen, het reguliere bedrijfsleven waanzinnig belangrijk. Omdat juist in die creatieve industrie zit een spark. Er zit iets wat ervoor zorgt dat mensen net iets out of the box denken. Dat is iets wat ondernemers natuurlijk nodig hebben. Nou, eigenlijk ben ik heel tevreden als ik het zo zie. De opkomst was heel goed gewoon. En als ik zie aan de inschrijfbalie hoeveel mensen ik daar eigenlijk constant vanaf het moment dat we geroepen hebben dat mensen lid moeten worden, zie ik mensen daar staan om zich in te schrijven. Dus eigenlijk ben ik heel blij met hoe dat eruit ziet.